Galit, bij Excelsior heb jij getekend. Heb je veel zin in je speeltijd bij je nieuwe club? Ja, zeker. Ik heb daar heel erg veel zin in, ja. Wat voor speler ben jij? Omschrijf jezelf eens voor onze kijkers. Ik ben een technische verdediger. Een moderne verdediger, dat ben ik. En met modern bedoel je eentje die ervan houdt om mee op te komen, om ook aanvallend een rol te spelen? Ja, zeer zeker, ja. Ik ben meer het type van, ik hou van het voetbal zelf. En het verdedigen kan ik ook aardig goed. En ik hou zeker van opkomen, dat is een van mijn kwaliteiten. Dat is ook een van de dingen waar ik op let in de wedstrijd. Wat wel heel bijzonder is, jij kan zowel als linksback als rechtsback worden ingezet. Dat gebeurt niet vaak, omdat het vaak afhankelijk is van welk been je voorkeur heeft. Ja, dat klopt. Ja. Ik kan ook nog centraal, dat ook. Dus ja, multifunctionaal in de achterhoede. Heb je wel een voorkeur erin, afhankelijk van of je rechts- of linksbenig bent? Ja, ik doe gewoon wat de trainer me vraagt. Op het moment dat ik speel, daar ben ik al tevreden. Dus daarom, ik wil gewoon spelen. En dat is het belangrijkste voor mij op dit moment. Ik ben 23 jaar. Ik wil me blijven ontwikkelen. En vandaar dat ik voor Excelsior heb gekozen. Bij Go Ahead Eagles werd je wel vaak gewisseld. Hè? Die zin, de ene keer op links, de andere keer op rechts. Is het wel fijn dat je een soort van vastigheid in een seizoen hebt? Ja, ik had dat eerste jaar van Go Ahead Eagles dat ik afwisselend werd gebruikt. Het tweede jaar werd ik meestal gewoon rechtsback gebruikt. En ik heb ook veel wedstrijden centraal achterin gespeeld. Dus, maar ja, wat u zegt, het is wel lekker als je elke week op één positie kan richten. Want dan ontwikkel je ook beter en sneller. Ik begreep ook, als we het over ontwikkeling hebben, dat je eigenlijk ook daar kon blijven. Je hebt een aanbieding gehad, dan had je in de Eredivisie kunnen spelen. Waarom heb je die aanbieding naast jezelf neergelegd? Ja, ik vond dat er weinig waardering uit de aanbieding kwam. En ik ben een gevoelsmens. En ik wil me gewaardeerd voelen door de trainers en de mensen om me heen. En daar was het niet zo. Ik kreeg gewoon een contract voorgeschoteld. En ik moest het gewoon kijken hoe of wat. En vandaar dat ik nu voor Excelsior heb gekozen, omdat ik me hier een beetje gewaardeerd voel. En de trainer mij heeft laten weten dat ik me nog zeker zeer goed kan ontwikkelen hier. Dus ontwikkelen is voor mij punt nummer 1.